Vermeer dat toch nog eventjes. Ik bedoel, ik haalde hem natuurlijk ook niet helemaal voor niets aan. Want hij stond goed te keepen. Hij haalde er een paar uit. En afgelopen zondag bij Studio Voetbal bij de NOS opteerde Pierre van Hooijdonk. Dat toch eigenlijk Justin Bijlo de eerste keeper bij Feyenoord moet worden. Met het oog op de toekomst. Vermeer loopt uit zijn contract na dit jaar. Ja. Maar jullie lachen hem een beetje uit. Heb ik nee, het ja, maar met alle respect. Als iemand dat zegt, dan wordt het een beetje aanzadend. Nee, maar wel eens vaker gekke dingen. Maar, ja, nee, met alle respect. Dat is zijn mening. Hè. Dat moet je respecteren. Maar hij is gewoon de beste keeper van Feyenoord. Het is Vermeer. Het is niet Bijlo. Bijlo die heeft nog niet het niveau van een Vermeer. En dat hij zijn contract afloopt. Oké, het zij zo. Weet wat ze ermee gaan doen. Of ze willen verlengen. De intentie hebben voor ja of nee. Maar hij is de beste keeper van Feyenoord. Ook toen Bijlo onder de lat stond. Toch kan ik me wel vinden in wat Pierre zegt. Als je kijkt A naar contractduur. Mm-hmm. Vermeer loopt binnenkort af. Gaat misschien wel transfervrij weg. Bijlo loopt nog langer door. Ja. Ik vind dat ze niet zo gek veel voor elkaar onderdoen. Vermeer heeft bepaalde specifieke kwaliteiten die Bijlo niet heeft. Maar dat geldt andersom. Ik vind dat zijn ze niet zo gek. Dat zijn? Van Vermeer zijn kwaliteiten? Wat heeft Bijlo wat Vermeer niet heeft? Ik vind dat Bijlo bij vrije trappen of bij standaard situaties dat hij veel alerter en doortastender is dan Vermeer. Dat vind ik een van de zwakke punten van Vermeer. Vermeer is in de 1 tegen 1 met zijn reflexen. Is het weer heel sterk. Daar kan Bijlo in groeien. Maar weet je, dus in mijn ogen, als je twee gelijkwaardige spelers hebt, dan moet je altijd de jeugd, zeker als die nog een langer doorlopend contact hebt, moet je die uiteindelijk de voorkeur hebben. Vind jij ze gelijkwaardig? Ik vind ze gelijkwaardig. Jij, Geert? Vind je zo? Nou, ik wil meer wel wat inhaken. Kijk, Bijlo heeft van Bronckhorst toen de tijd de voorkeur gekregen. En dat vond ik terecht. Uiteindelijk. Alleen Bijlo is geblesseerd geraakt. Vermeer is daarvoor in de plaats gekomen. Die heeft veel moeten knokken. Ook bij Van Bronckhorst voor zijn plek. Ja. Heeft die plek verdiend. Doet het naar behoren. Dus ik vind niet dat standaard. Nee, je moet ook niet nu wisselen. Maar bijvoorbeeld in de winterstop kan zo'n nieuw evaluatiemoment zijn. Bart haalt de woorden van Pierre aan. Ik vind het ook weer niet zo'n gekke gedachte zoals jullie het vinden, hoor. Ik ben niet een voorstander van kijk dat iemand zijn contract afloopt. Omdat ze zeggen van, weet je wat, dan zet hem maar op de bank. Nee, iemand zijn contract loopt af. Nee, maar bij Feyenoord wel. Bij Tapia wordt er een groot punt van gemaakt. Omdat Tapia misschien minder presteerde dan een Vermeer. Juist. Ze waren gewoon niet tevreden over Tapia. En ook daar kan ik wel wat bij voorstellen. Ja.